Spetter zwemopleidingen in Bedaard is nu al mee al 15 weken ticht. Dit heeft grote gevolgen, want de zwemskwallen dreigen te versoepen. En dat ducht zeer. Er is eigenlijk geen manier om mee om te gaan. Ja, je kan gewoon echt niks. Normaal ben je aan het denken in oplossingen. Hè? Van goh, iets loopt niet of iets wil niet. Hoe los ik dit op? Ja, dat is nu niet te doen. Je mag niks, je kan niks. Hè, je bent aan het water trappelen al 15 weken lang. En het water staat je echt letterlijk tot aan de lippen. En ja, het is zwaar. Het zijn geen leuke vooruitzichten. Ik hoop dat er nog steun komt vanuit de gemeente. En dat er de exploitant waar ik van huur inkomstenverlies heeft. En dan een aanspraak doen op een speciaal daarvoor bestemd potje. Wat beschikbaar is gesteld door de overheid aan de gemeente. Ja, en daar hoop ik op. En daar hopen denk ik heel veel huurders op dat we echt steun krijgen. Want zonder steun is dit verlies niet in te halen. En je kan het natuurlijk voor uitschuiven. Je kan het wel over 3 jaar of over 4 jaar pas betalen. Maar het achtervolg je wel. Je grijpt naar je reserves. Je grijpt naar je eigen pensioenpotje. Daar komt het eigenlijk op neer. Om toch je team... Waar ik gewoon heel blij mee ben en waar denk ik heel veel werkgevers gewoon blij mee zijn met hun team. Wil je gewoon straks weer die schouders eronder zetten en door. Je hebt hier natuurlijk een hele grote groep kinderen die komen leszwemmen. De kinderen, de vaardigheden die je ze al hebt aangeleerd, die vallen wel terug. En de kinderen die mochten afzwemmen, hebben we nog heel snel laten afzwemmen voor de lockdown. Want anders zit er weer 4 weken tussen en mis je wel 5 weken en mis je wel 7 weken. We weten het niet. Ja, en voor de ouderen heb je natuurlijk een stukje sociaal, wat ook meespeelt hier. Hè. Ouderen kunnen hier prima bewegen in water. Mensen met een nieuwe heup, mensen met een nieuwe knie, waarvoor lopen buiten gewoon te belastend is, kunnen in het water prima bewegen. En doen dat ook frequent en staan ook straks als eerste weer voor de deur als het zwembad open mag. Want ze missen het, ze missen de beweging, ze missen de sociale contacten, ze missen hun wachtkoffie. Dus ja... Ik vind het gewoon triest dat we al die mensen die zo graag willen en die zo eenzaam worden ook hierdoor, dat we daar niks voor kunnen betekenen. En het is natuurlijk dinsdag weer bibberend voor de tv zitten van wat gaat er nu weer gebeuren? Gaan we nog langer in de lockdown? En wat nou als de basisscholen wel open mogen en de zwembaden niet? Wat gaan we dan doen? Ga ik dan wel open? Ga ik dan niet open? Maar ja, uiteindelijk zijn we natuurlijk gewoon onderwijs. Het is een educatieve instelling. We leren de kinderen niet. De school doet dat ook. De school leert de kinderen ook de basis. En wij leren hun de basis van het bewegen, van het zwemmend bewegen. En op school gaat de gymnastiek ook door. Dus ja, waarom dan niet zwemles?